Wereldwijd zijn er meer dan 265 miljoen jongens en meisjes die niet naar school kunnen. Via Don Bosco is een erkende Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking die vindt dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs en de toekomst van deze jongeren verandert. We investeren in onderwijs omdat dat de meest duurzame manier is om te investeren in de toekomst. Als meer jongeren wereldwijd een kwalitatieve opleiding zouden kunnen volgen, dan heeft dat een enorm effect op zowel economische groei als gendergelijkheid, als klimaat, als gezondheid en noem maar op. Om een voorbeeld te geven, als alle jongeren uit lage inkomenslanden de school zouden verlaten met een basis in leesvaardigheid, dan zou dat alleen al 170 miljoen mensen uit de armoede kunnen tillen. Heel wat jongeren in Afrika en Latijns-Amerika zijn de hoop op hun toekomst verloren. Ze kunnen niet naar school, ze komen op straat terecht, ze doen kleine jobs in heel slechte omstandigheden om te kunnen overleven. En het zijn eigenlijk die jongeren die we willen helpen door hen de kans te geven om een beroepsopleiding te volgen. Een opleiding die ook aangepast is aan de noden van de lokale arbeidsmarkt. En op die manier kunnen de jongeren hun eigen toekomst terug in handen nemen en kunnen ze ook bijdragen aan de economische ontwikkeling van hun land. We proberen ook in België aan duurzaamheid te werken en daarom proberen we de jongeren van de middelbare scholen hier ook warm te maken voor dat duurzaam verhaal. Via pedagogische spellen, lesmateriaal, begeleide trajecten en ook uitwisselingsreizen laten we de jongeren hier in dialoog treden met hun leeftijdsgenoten elders in de wereld en laten we ze kennis maken met thema's als duurzaamheid, kinderrechten en noem maar op. En zo proberen we ze te stimuleren om actieve, kritische en solidaire wereldburgers te worden. Om onze impact te vergroten werken we ook samen met andere NGO's en bedrijven zoals Covalent, Schoenen Torfs en DME, die net als ons echt geloven in onderwijs als de hefboom voor vooruitgang en ontwikkeling. We zijn dus ook altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen, zodat we kunnen blijven werken aan de toekomst van jongeren.